Dit heb ik geschilderd. En jullie zien hier een luchtballon links in de lucht. En hier een vers. En dan is dit de Eiffeltoren. Die ik daarvoor heb gemaakt. En met een zonsondergang als achtergrond, omdat ik dat mooi vond om te maken. En die luchtballonnen vliegen boven Parijs, de Eiffeltoren. Ik ben Nele, ik werk sinds 19 jaar in Sint-Gerardus in Diepenbeek. Wij zijn een school, maar ook een dienstencentrum voor mensen met een neuromotorische beperking. Ikzelf als kunstjuf bij de jongeren merk enorm op dat het maken van kunst voor de leerlingen zelf een enorme uitlaatklep is. Zij maken prachtige kunstwerken en ze zijn heel vaak zelf verbluft, maar elke toeschouwer is heel vaak verrast door de resultaten. Het leuke is dat ze hun kunstwerken niet alleen maken door wat kliederen met verf of met andere materialen, maar dat ze heel vaak zelf enorm veel betekenis geven aan hun kunstwerk. Er zit heel vaak een verhaal achter. Ze willen uit zichzelf iets vertellen, ze werken rond thema's die hen geraakt hebben in het verleden of dingen die heel actueel zijn. En net daarom zijn we met een kunstproject gestart om de kunstwerken van onze bewoners en onze leerlingen aan het groter publiek te laten zien. We willen een platform bieden, we willen hun de kans geven om ook hun werken te tonen aan de wereld, want vaak komt dat niet genoeg naar buiten. Wij zijn er zeker van dat we de mensen gaan kunnen raken, maar ook enorm gaan kunnen verrassen met ons kunstproject. Thank you.